was wel, dit was de verbouwingsweek. Man, nou, verbouwingsweek, we zijn al bijna een half jaar bezig. Volgens mij, hoe lang dachten we dat we bezig zouden zijn? Volgens mij was nou, dat ik heb van, het gevraagd aan de aannemer en die zei, nou, 3,5 maand zonder kelder, maar met de kelder erbij duurt het 5 maanden. Nou kwam er nog een dak bij, maar dan zou het helemaal af zijn. Nou, het dak kan natuurlijk ook tegelijk met andere dingen lopen. Maar we zijn nu al een half jaar bezig en we zijn nog niet klaar met de ruwbouw. Ja, ruwbouw houdt dus in dat je dus nog niet eens een keuken geplaatst, geen vloeren, radiatoren zitten er nog niet in. Kijk, het is natuurlijk wel, vinden wij zelf, een vet huis, een te gekke plek, maar het schiet niet op, die verbouwing. Maar Sam, het schiet natuurlijk ook niet op als ze heel veel dingen verkeerd doen. Nee, dat moet je heel even kijken. Kijk, let op. Hier. Ja. Hier, ten eerste zijn deze ramen niet mooi. Ze zijn niet goed, het klopt niet bij het huis. Hier hoort normaal een kozijn te zitten, die je ziet. Ja, dat kozijn, dat zit gewoon achter nou, valt hier nog mee. De stenen rand. Maar dit kijk, is echt... Sonny, moet je eens even van verre af filmen. Ja, dan heb je hier dit kozijn daarboven en dan zit dit kozijn zit er zo in. Er zit hier ineens een enorme rand met een soort van 3 meter per ertussen. Zit er helemaal niet gelijk. Nee, dat is echt... Ja, weet je, er zijn ergere dingen in het leven. I know. Maar dit vind ik gewoon irritant. Hoppakee. Oh jongen, die verbouwing. Ik denk dat het meest stressvolle... Maar wat wel te gek is, dat je gewoon voor de mensen die even ons huis van binnen willen bekijken, gewoon een ladder tegen de muur laat staan. Dat je gewoon lekker naar binnen kan. Of zijn ze er al? Oh nee, ze zijn er al. Nee, ze zijn er al. Nou. Schiet op. Lou. Ik denk serieus dat de mensen die de vorige beelden van een paar maanden geleden hebben gezien... Ja, die denken het is precies... Er is niks veranderd. Loop even mee naar de... Oh jongens, enclave. Ik heb het gevoel dat het nooit meer goed komt. Echt, officieel. Hey! How are you? Alles goed met het dak? Goed. Ja? Gaat het goed? Goed, ja. Hey! En met het stroom gaat het goed. Ja. Ja, dit is de stroomman. Is het goed? Ja, de stroomman, ja. Te gek. Ja, maar vertel het hem dan, hij heeft zo'n rol in zijn hand. Wacht, ho. Hij moet alleen... Hij loopt lekker naar boven. Hoe heet dat spul van de Sam? Wat op het dak moet doen? Ik denk dat het beste even Pavel kunnen bellen en dat tegen hem kunnen zeggen. Want dan kan hij tegen die gasten zeggen. Ik weet namelijk niet hoe jouw Wit-Russisch of Oekraïens is, maar... Ja, maar deze jongens, dat met handen en voeten kom je heel eind. Nou, dan ga ik... Oh, dat wil ik zien. Sorry, man. Oh, hier zit nu wel met ons stut. Dan moet mijn vader komen kijken. Onze slaapkamer. Ja, jouw vader komt kijken, dat is te gek. Kijk, maar ik moet even kijken op dat dak. Wat ze erop gelegd hebben. Hi. Ze gaat door een dak. Ah, jij zou dit nu met handen en voeten gaan doen. Ja, hij kijkt me nu aan. Het eerste woord wat ik hoor is... Sam, ik wil jou dat wel zien doen. Schat, dat moet wel. Maar klim er maar op. Ik vind jouw film op een dak in dit mooie jasje vind ik al een feest. Kom op, het dak. Dit moest toch iets anders zijn, Sam? Schat, ik weet het niet. Kijk, dit is wel... Nou ja, het ziet er wel goed uit. Ja. Hey. Dat zeg jij echt bij alles. Holy dope, is best hoog. Daar is ons terrasje. En dan moet het hele dak er nog af, jongens. Dan moeten al die dakpannen, degene die kapot zijn, de Oegscheesterpan. Nou ja, kijk. Wel te gek. Zo leuk, ik ga even uitzoomen op jou. Dat ik ook het dak afflikken. Als ik naar achter loop. Kijk, staat wel goed jij. Hier in je jas met je gouden knopen. Nou ja, we gaan even zoeken zat naar een raam. Maar nou, ik heb besloten voor mezelf om mijn agenda wat leger te maken. Zodat ik meer tijd heb voor waar het om draait. Ja, voor jou en het gezin. Verrassingen, ja. Ga je dat ook doen? Ja. Verrassingen plannen? Ik ben bezig. Dat zeg je al. Nee, ik ben serieus bezig. En voor Sofie een verrassing is onmogelijk. Onmogelijk. Jij weet het altijd. Schat, ja, ik voelde het. Nee, jij verklapt het. Maar goed, de verbouwing.
Weet je wat namelijk grappig was? Wat ook wel een beetje een issue is. Ik vind helemaal niks grappig aan die vrouw. Oh, jij wilde met deze aannemer werken, hè? Dat het even duidelijk is. Ja, nu niet wegrennen. Nee, Pavel is natuurlijk een goede gast, maar hij is wel... Ja, het gaat wel een beetje rommelig. Een beetje rommelig, ja, een beetje eigenwijs is die. We hebben wat meegemaakt. Ik denk dat we hier alleen maar over kunnen vloggen als we willen. We kunnen gewoon de hele bouw gaan vloggen. Ja, maar ja... En je hebt geen idee. Het is ook zo'n kleren zo, jongen. Sorry hoor voor het woord, maar dat is toch niet normaal. Maar dan zijn wel de leuke dingen, dat vond ik echt... Waar ik dan wel een beetje mijn hart mee kan ophalen, is met Dexie die zijn eerste musical heeft. Oh. Dat is zo tof. Oh, dat was echt zo lief. Oh. Hij was echt lief. En nou, ik vond... en weet wat ook bizar was? Hij had het er nog nooit over gehad. Normaal, ik zou echt serieus, als ik op een podium moet, nou dan ben ik sowieso, slaap ik een week niet. En dan... Ik dan, ook. Dan... Ja, jij bent normaal ook wel een beetje zenuwachtig. Ja. Dan moet je zeg maar de hele dag jou met rust laten. Maar Dexie, die had het er helemaal niet over. Dus ik dacht, hij heeft of een heel klein rolletje. Ik vroeg het hem soms. Wat is dan je rol? Ja, dat zeg ik niet, zei hij dan. Nee, maar op een gegeven moment, dezelfde dag, zei hij, ik ben dokter Hans. Wat ga je doen, Dexie? Ik ga een musical. Musical spelen? En wie speel je? Zeg nou. Nee. Dat is leuk. Wat zeg, jij het zegt? Dokter Hans. Vet cool. Nou, rennen! Oké, hier wordt driftig voorbereid. Kijk, daar staat Dex. Dex is dokter Hans. Oh, kijk eens. Daar staat hij hoor. Daar staan alle andere vriendjes en vriendinnetjes. Voorbereiding voor de musical. Welkom op de musicalavond van groep 3. Juf, lieve juf, wij komen op bezoek. Wij nemen fruit en bloemen mee en ook een spannend boek. Juf, juf, lieve juf, wij komen op bezoek. Ik ben dokter Hans. Ik ben dokter Wil. Lig nu even stil. Alsjeblieft een pil en een prik in je bil. Luin op je buik, luin op je zij. Vandaag doet het wat pijn, maar morgen ben je blij, ben je blij. Vandaag doet het wat pijn, maar morgen ben je blij, ben je blij. Ik kijk naar je keel. Eerst even luisteren. Aha, ik zie het al. Het zijn de mazelen. Ja, maar ik had totaal niet verwacht dat hij dit zou durven, want hij is eigenlijk hartstikke verlegen. Ja, maar hij heeft wel een combinatie. Hij heeft een beetje het verlegene van mij. In combinatie met toch eigenlijk wel willen van jou. Maar hij vond het superleuk. Hij vond het, ja. Want hij articuleerde heel goed. En hij had nog een soort van intonatie. Waar heel veel kinderen natuurlijk een beetje monotoon zouden kunnen praten. Wat ik van hem ook had verwacht. Wat heel normaal is bij kinderen. Maar hij net echt van gemeten was ook te schitterend. Dat hij ineens op het podium ineens gaat hij een pirouette draaien. En dan is hij weer helemaal afgeleid. Dat vind ik te gek. Hij viel bijna ook. Nee, maar wat hij moest doen. Dat wist hij goed. Hij had best wel veel tekst. En volgens mij wist hij precies wanneer hij het moest zeggen. Ja, ik was echt trots, joh. Ik was mega trots. Het was echt heel leuk. Dus het was eigenlijk... Dat was volgens mij wel ons hoogtepunt van deze week. Behalve natuurlijk Sierra Leone. Dat is altijd ons hoogtepunt. Ja, maar dit was wel echt leuk. Dat Dexie. Want hij had ook even zijn moment. Want het gaat hier thuis natuurlijk best wel veel over Sierra Leone. En als ze helpt, nou ja, dan staat het hele huis in het teken van dat lawaai. Want dat is natuurlijk zo, dat heb je met babytjes die huilen. Maar goed, het was dus de week van de verbouwing. Het was de week van de musical van Dexie. Ja, eigenlijk was het gewoon de week van de musical van Dexie, vind ik. Ja, dat hij was een beetje ondergesneeuwd. Hè? Hij was eerst natuurlijk alleen, ging alle aandacht naar hem uit. En nou had hij echt even zijn moment. Vond ik zo leuk. Ja. Maar lief.
echt heel leuk. Nou ja, volgende week weer. Yes. Bye. Bye.